Goedendag en welkom bij Privé TV. Een donkere jongen van 31 jaar en een dikke Mitsubishi Outlander van 35.000 euro. Dat is maar raar, vonden twee agenten in Zwolle en dus werd hij aan de kant gezet. Alleen, de bestuurder was rapper Typhoon en die deed hevig teleurgesteld verslag van het incident op Instagram. Bij mij in de studio, Jan Uriot. Jan, welkom, wat een verhaal. Ja, wat een vervelende zaak is dit. We hebben het ook niet over de minste natuurlijk. Typhoon die heeft een maand geleden voor de koning en de koningin opgetreden. We zien hier de beelden ook in zijn eigen stad Zwolle. En dan wordt hij gisteren in zijn eigen stad Zwolle wordt hij dus aangehouden. En niet omdat hij niet zijn riem om had of omdat hij zat te telefoneren. Nee, omdat de politie dacht van zo'n dure auto met zo'n donkere meneer erin, die zal wel drugs of drugsgeld aan het vervoeren zijn. Dat geven ze ook eerlijk toe. Nou, even eer wie eer toekomt, ik ben blij dat het zo snel boven water komt waarom hij werd aangehouden. Want dikwijls wordt dat natuurlijk onder het wordt dat ergens ondergeschoffeld. Onder het tapijtje. Ja. Met excuses erbij. Hè? Met excuses erbij. Ja, ja. Dat vind ik wel heel knap van de Zwolse politie dat ze dat meteen eventjes toegeven. Het hoort natuurlijk gewoon niet. We moeten dit gewoon allemaal niet willen natuurlijk. Nee. Het gebeurt helaas wel. Heeft misschien ook een beetje te maken met de verscherpte controle na Brussel en Parijs. Worden Turkse mensen, Marokkaanse mensen, donkere mensen worden vaker aangehouden en vaker gecontroleerd. Maar zit er ook niet een error in de Nederlandse samenleving, zoals Typhoon zelf zei? Dat zegt hij ja. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat dat het geval is, want anders dan was dat wel gewoon dat we daar dagelijks inderdaad uitzendingen mee konden vullen. Maar dat is gewoon helemaal niet waar. Nou, er zijn meer voorbeelden, toch? Er zijn veel meer voorbeelden. Nou, er zijn vervelende voorbeelden. Bijvoorbeeld een aantal jaar geleden in Zürich, toen ging Oprah Winfrey, niet de minste, die ging even op de bruiloftsvisite met Tina Turner. Ja. En die ging even in Zürich nog even in een tassenwinkel kijken en die wilde doen een Louis Vuitton tas. Ja, die wilde ze kopen misschien wel, maar ze had ze in haar handen. En die verkoopster had zoiets van, nou nee, dat gaat niet gebeuren. Deze mevrouw die kan dat absoluut niet betalen. Ze had waarschijnlijk nooit een uitzending van Oprah gezien. En die mevrouw werd gewoon de winkel uitgezet. Heel naar natuurlijk als dit gebeurt. Maar in eigen land hebben we ook nog zo'n gevalletje meegemaakt. Een aantal maanden geleden heeft Jeroen Pauw een interview gegeven. En die zegt van, op Schiphol word ik vaker aangehouden met mijn Turkse vriendin. En vaker gecontroleerd dan in de tijd met Loretta Schrijver. Nou, dat zijn allemaal dingen die op het ogenblik gebeuren. Je zal het maar overkomen en dat is hartstikke vervelend. We moeten daar denk ik wel weer snel overheen stappen. Te meer omdat de politie nu heeft toegegeven waar het om ging. Kousen dat vind ik sportief. Ja. De PvdA denkt, nou, we hebben weer even een dingetje waar we eventjes mee kunnen gaan scoren en die willen nu kamervragen gaan stellen. Ja. Zou ik niet doen. Typhoon heeft zelf ook zoiets van, het is klaar. Hij zit nu in een hutje op de hei. Zit hij weer lekker muziek te maken, heeft hij ook weer aangegeven. Dus het is klaar. Alles is gezegd erover. En volgens mij moeten we gewoon weer verder gaan. En een beetje oppassen met wat je gaat controleren. Politie? Aldus Jan Uriot. Ja. Dankjewel. Dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot snel. Dag.